En het is vandaag Werelddag van de Wilde Dieren en Planten. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor een toekomst waarin mensen en in het wild levende dieren in harmonie kunnen samenleven. Minister Roline Samsudien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer wil een lans breken voor de jaguar die behoort tot de bedreigde diersoorten. De jaguar is, we weten, is een beschermd diersoort, maar het is op het ogenblik bedreigd. Wij willen de mensen erop attenderen dat als de jaguar ergens is, dat er een bepaald ecologisch evenwicht is. En dat er meerdere diersoorten in dat gebied zijn, want als er voedsel is, dan is de jaguar daar. En als je die jaguar dan gaat bedreigen en gaat uitroeien, dan heb je straks een eigenlijk misschien zelfs een plaag van andere diersoorten. Met andere woorden, het ecologisch systeem evenwicht wordt verstoord. We hebben gemerkt dat de laatste tijden veel meldingen worden gedaan dat er een handel is in lichaamsdelen van de jaguar. En van hieruit wil ik een beroep doen op de bevolking om met hun handen af te blijven van de jaguar. Het is een beschermd diersoort en de straffen zijn heel hoog. En als we iemand pakken, gaan we zonder pardon optreden. Minister Roline Samsudien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Ze sprak in verband met de herdenking van Werelddag van de Wilde Dieren en Planten vandaag.